Ja, volgens mij mis ik een stukje. Dus ik ben weer even overnieuw. Even dit filmen. Dit is op ooghoogte. En ik heb hem net uitgedrukt. Dit is ook op ooghoogte. Maar dan de ogen van mijn hond. Dan weet ik ook een keer hoe het eruit ziet vanuit zijn blikveld. Ja, kan je het niet, jongen. Hij is er al een keer ingelazerd. Ja, nou, het is wel weer genoeg zo. Volgende week dan gaan we weer verder filmen. En het is toch niet helemaal het meeste lopersvriendelijke weer. Tenminste, voor sommige mensen. Ik vond het eigenlijk wel lekker. Kijk, er komt nou een berg ellende aan. Daar. Dus daar kunnen we nog even op wachten. Want het is natuurlijk best leuk. Maar ja, aan de andere kant daar moet je kijken eens wat daar. Ziet er ook niet fris uit. En daar kom ik vandaan. Dus het is alleen maar helemaal goed. Ik heb precies de goede tijdstip uitgekozen. Of niet natuurlijk. Regen ook leuk. Maar hij is altijd achteraf. Zullen we nog even een polderfilosofietje doen? Nu ik toch de vaart er een beetje uit heb. En mijn hartslag daalt tot onder de 100. Duurt dat lang voordat hij echt onder de 100 is. Nou, polderfilosofietje. Ik heb er weer een. En hij gaat weer over mijn hond. Maar het is even niet anders. Die hond daar. Papi. Deze rukker. Die. Die hebben mij weer wat geleerd. En dat is eigenlijk al van langer geleden. Maar ik moest er laatst weer aan denken. Van begin af aan eigenlijk. Toen ik met hem ging wandelen. En daar was misschien een jaar of zo. Ging ik. En wel eens met hem wat verder weg de polder in. Zo heb ik die paadjes ontdekt hier. En merkte ik dat ik een hele andere hond kreeg. Op het moment dat ik in de weilanden terecht kwam.
Oh jongens, het licht verdwijnt gewoon ook echt. Ja, er komt de regen. Ik ga stoppen. Deze polderfilosofie die gaat een andere keer gefilmd. Ik ga lekker rennen. Tot volgende week. Tot volgende week.